We maken een lekkere Spaanse tapa, gambas met courgette, knoflookolie en peterselie. We beginnen met knoflookolie. Daarvoor hebben we knoflook nodig. Daar mag een witte ui bij. Ik ga die ook fijn snijden. Ik ga daar een lookolie van maken, look en ui. Dus ik heb olijfolie nodig. Dit mag erbij. Voilà, dit mag op een zacht vuurtje. We gaan die ui wat laten karamelliseren, maar niet kleuren. De courgette. Ik heb hier twee kleintjes. Ik kan ook één grote nemen. Zo, gambas met knoflookolie, dat is een heel typisch Spaanse tapa. Maar ik heb daar uiteraard extra groenten aan toegevoegd. Dan wordt dat nog lekkerder en gezonder. Daar mag een beetje olijfolie over. Lekkere en gezonde olie en typisch mediterraans. Voilà. En ik ga die grillen in een grillpan. Eerst even de pan goed voorverwarmen. Ik ga de groenten wat afkruiden. Ik doe dat in de pan, omdat ze dan allemaal goed gekruid zijn. Een beetje zout. Zo, ze zien er al goed uit. Het is belangrijk dat ze zo knapperig blijven, dat je nog wat beet hebt en dat ze zo schoon gegrild zijn. De gambas gaan we ook een beetje besprenkelen met olie. Voilà, en die gaan we ook grillen. Kan ook op de barbecue in de zomer. Ik ga de gambas ook een beetje afkruiden met peper en zout. Ik ga de andere kant ook een beetje afkruiden. De ui is ook al lekker zacht. Het ziet er goed uit. Ik ga die er zo bij leggen op bord. Je kan natuurlijk ook gepelde gambas kopen of scampi's. Maar persoonlijk vind ik die veel lekkerder, veel sappiger. Gepeld worden die snel droog. En eigenlijk zien ze er ook mooier uit. De rest gaan we erbij serveren in een potje. En ik ga ook nog op smaak brengen met wat citroenzesten, een beetje citroensap, zo nog wat frisheid. En dan afwerken met peterselie. En om daar zo nog een beetje pit aan toe te voegen, ga ik er nog wat chili flakes bij doen. Naar smaak uiteraard. En voilà, heerlijke gambas met knoflookolie en courgette. Geniet ervan.